Welkom op het bedrijf van de familie Luttekerre. Het bedrijf bestaat uit Freek, Betsy, Bert en Marion Luttekerre. Het bedrijf heeft een omvang van 950.000 liter melk. Daar melken we vol met ruim 90 koeien. De gemiddelde productie is op dit moment 11.000 liter in 305 dagen met 430 vet en 340 eiwit. Fokkerij is onze passie, daar zijn we alle dagen druk mee. Het is dan misschien toch wel een toeval dat wij toevallig ook nog eens een oude koe hebben gefokt. Nou, het bijzondere is natuurlijk de levensproductie, want er zijn wel meer koeien die oud worden. Maar ze heeft erbij een productie op dit moment van 169.000 liter melk. En ze is zoals je kunt zien nog vrij gaaf. Waarom wordt zo'n koe zo oud? Ik denk persoonlijk door haar attentheid. Het is een koe die heeft altijd de gracht in de bij. Ze staat nooit als eerste vooraan, maar ze weet wel wanneer ze er moet staan. Als er wat gebeurt, is ze erbij. Ze beschikt daarbij over een uitstekende vruchtbaarheid. Ze heeft de eerste 11 lactaties maar 3 keer een herinseminatie gehad. Dat kun je ook zien aan haar tussenkalftijd, die is erg kort. Daarbij geeft ze enorm veel melk. We kunnen ons nog herinneren in een jaar dat ze meer dan 55 liter melk gaf, dat ze in één keer drachtig werd. Terwijl ze gaf op dat moment 55 liter en het was buiten 30 graden Celsius. Nou, dat is echt wel bijzonder, vind ik zelf. Ook haar beste benen en met name kloogezondheid spreken ons heel erg aan. Ze heeft bijna nooit kloogproblemen. En haar uiengezondheid is de eerste jaren al de super geweest. De laatste jaren is ze iets een hoog celgetal gehad. Maar ze heeft dit jaar weer gekalfd en haar celgetal is op dit moment weer gewoon 200.000. Ze is voor 6 weken geleden geïnsemineerd. En we hebben haar nog niet tochten gezien, maar we garanderen ook nog geen dracht. Maar daar hopen we natuurlijk wel op. Verder is het een koe die enorm beste lactaties gemaakt heeft met een lijsten van 15.000 liter melk. En dat is ook de reden, denk ik, dat ze die hoge productie kan halen. Als ze beginnen met 7.000, 8.000 liter, dan is het een hele lange weg om aan die 170.000 liter te komen.